Man, wat ging het flink tekeer. Met een klap stortte hier mijn vliegtuig neer. Ik werd wakker en ik keek goed om me heen. Niets of niemand, hier zat ik dan alleen. Hier in de jungle moet je overleven. Er loert gevaar in de wildernis. Kijk met me mee. En samen gaan we leren en ontdek hoe het leven in de jungle is. Hey Aldringers, mijn naam is Jim. En ik heb moeten leren overleven in de jungle. Wat tof dat jullie hier in de Rimboola zijn. Misschien schuilt er in jullie ook wel een echte survivor of een natuurlijke. Eens eventjes kijken. Wie is hier stoer genoeg? Vinks. Jij lijkt mij wel zo'n type. Ik zeg, vertel eens tegen Jim. Ben jij stoer, dapper en zonder angst? Een boks, alleen de slimste, die leven hier het langst. Hou je oren en ogen steeds goed open. Want hier gelden de 5 regels van de tropen. Hier in de jungle moet je overleven. Koele, er loert gevaar in de wildernis. Kijk met me mee en samen gaan we leren en ontdek hoe het leven in de jungle is. Ik voel mij weg tussen de grootste planten en bomen, tussen de allerengste diersoorten en in de meest barre weersomstandigheden. Sinds de dag dat ik hier ben neergestort, ben ik aan het leren over deze machtige omgeving. Elk blad, elk diertje, daar kan je redding zijn. Of je eigen. We kunnen wel zeggen dat overleven in de jungle niet voor iedereen is weggelegd. En vandaag is een heel belangrijke dag, mensen. Dames en heren, jongens en meisjes, welkom bij Jim's Jungle Test! De 5 regels van de troop. Regel 1. Kennis is de basis. Want als je verstand van zaken hebt, dan kom je er heel uit. Wie van jullie durft zich het slimste te noemen van het hele publiek? Nou jij? Nou dan gaan wij straks even testen bij de eerste ronde van Jim's Jungle Test. Regel 2. Eten of gegeten worden. Ja, mensen moeten eten, hè? Anders overleef je niet. Ik heb de meest verschrikkelijke dingen moeten eten om te blijven leven. Regel 3. Reageer op wat er gebeurt. Hier in de jungle moet je altijd blijven opletten. Stel, jullie horen nog een slinger raap. Dan moet je bukken. Ja, dan moeten jullie natuurlijk allemaal meedoen, hè? Stel, wij horen een groep slinger rapen. Bukken. Te gek. Het is klaar, jongens, het is klaar. Zeg, wisten jullie trouwens dat ze zowel hun armen als lange staart gebruiken bij slingeren? Ze gaan echt alle kanten op. Daarom moet je hier in de jungle altijd goed blijven opletten. Regel 4. Ken je omgeving. We gaan kijken of jullie voorwerpen uit de jungle kunnen herkennen. En tot slot, regel 5. Je moet niet bang zijn. Zijn jullie wel stoer genoeg? Dan gaan we dat straks testen tijdens Jim's Jungle Test. Regel 1. Kennis is de basis. Tegen mij werd altijd gezegd dat ik goed moest opletten op school. Nou, dat deed ik ook. Maar alleen tijdens biologie. Tijdens andere lessen zat ik boeken te lezen. Oftewel, biologieboeken. Eens eventjes kijken. Ja, hier gaat het over de hamerkop. Dat is een vogel dat nesten kan maken van wel 2 meter breed. Ja, die boeken die zijn dus bij redding geweest en nu wil ik van jullie weten hoe jullie kennis is van de natuur. Het werkt heel simpel. Ik stel jullie een vraag. Weet je de antwoord? Steek je vinger omhoog en dan kom ik naar je toe. En als je het goed hebt, mag jij naar beneden komen. Simpel toch? Hier komt de eerste vraag.
welk dier gebruikt zijn geurklieren, jawel geurklieren, om vrouwtjes te versieren? Ik moet nog eens de vraag stellen. Is dat de slingeraap of de ringstapmaker? Vingers, kom maar door. Nee. De ringstapmaker, hartstikke goed. Kom maar naar beneden. Kom maar naar beneden, je bent al beneden. Geef hem een groot applaus. Wat is die naam? Wat zegt u? Joas, Joas aangenaam. Mijn naam is Jim. Zeg, de maakjes kwam ik tegen bij het begin van Remoulin. En het zit namelijk zo, dat als zo'n mannetjesmaker een vrouwtje wil versieren, dit is even zijn staart, dan haalt hij zijn staart langs zijn geurklieren en dan zwaait hij die geur in de lucht. Het wordt zeg maar een steamwedstrijd. Hoe harder je wint, des te eerder je wint. Dus voor de echte versiertjes moet je bij de maakjes zijn. Goed, kom maar even hier staan, want we gaan kijken wie jouw tegenstander wordt bij ronde 1 van Jim's Duelist. Hier komt de volgende vraag. Hoeveel kilo... Nee, dat wou ik niet zeggen. Wat was de vraag ook alweer? Maar ja, hoeveel ogen... Hoeveel ogen heeft een roodknievogelspin? 8. Heel goed. Kom maar naar beneden hoor. Geef hem ook een groot applaus. Wat is jouw naam? Guido. Zeg, ik heb voor jullie een tekening gemaakt van die roodknievogelspin. Als jullie even blijven staan. Dit was het eerste dier dat ik tegenkwam in de jungle. Willen jullie die even vasthouden? Ik lag op de grond. Ik kon mij nauwelijks bewegen. Langzaam deed ik mijn ogen open. En daar kwam hij recht op me af. Acht ogen kwamen er recht op me af. Deze kant op. Heel goed. Dat ondanks dat ze acht ogen hebben, ze heel slecht kunnen zien. Gelukkig maar. Als jullie even blijven staan, want ik heb een echte roodknievogel. Hé, die ben ik kwijt. Die komen we vanzelf tegen. Niet aanraken als je ziet. Kom even in het midden staan. Want ik heb ook gezien dat ik hier twee echte natuurkenners heb staan. Mag ik een groot applaus voor de twee helden van de show. Moet je bukken. Nog een keer applaus, nog een keer. Heel goed. Jongens, mag ik jullie voorstellen aan mijn andere twee helden. Zij ruimen alles op wat ik rond laat slingeren tijdens het koken. Zo heb ik nooit last van muizen, ratten of andere ongedierte. Ik noem het de stofzuigers van de jungle. En ze zijn compacter dan olifanten. Over olifanten gesproken. Jullie gaan spelen voor die finale vraag. En die gaat erover. Jullie mogen allebei antwoord geven op dezelfde vraag. En degene die het dichtst bij zit, die wint. Simpel toch? Ben ik klaar voor? Mag ik dan absolute stilte in de jungle? Nou, dat ging best goed. Hier komt de vraag. Hoeveel kilo? Hoeveel kilo kan een olifant tillen? 2000. 2000 kilo? En wat denk jij? Het juiste antwoord moet zijn 5000 kilo! Dat betekent dat jij hebt gewonnen. 5000 kilo. Dat is bijna net zo zwaar als een olifant zelf. Maar wist u dat een blassnijdermeer in verhouding veel sterker is? Die kan wel 50 keer zijn eigen lichaamsgewicht tillen. Gelukkig zijn ze een stuk kleiner dan ons. Zeg, dankzij jullie zijn wij geslaagd voor de eerste ronde. Mogen jullie weer gaan zitten en geef ze nogmaals een groot applaus. Dank jullie wel. We zijn geslaagd voor de eerste regel. En we gaan door met regel 2 van Jim's Jungle Test. Eten of gegeten worden. Bij Survivor heb je de regel van 3. En die zegt dat een mens 3 minuten zonder lucht kan. 3 dagen zonder water. En 3 weken zonder eten. Knap het goed in je oren, want dat kan je redding zijn. Eten of gegeten worden. In de eerste periode kwam ik nog wel rond met de proviant uit mijn vliegtuig. Maar toen dat opraakte, moest ik op zoek gaan naar voedsel in mijn omgeving. En dan moet je durven eten, anders word jij gegeten. Hiervoor ben ik op zoek voor deze ronde naar iemand die honger heeft. Een stoere pa, wie heeft een stoere pa? Wijs ze maar even aan. Dat is een moeder, ik zie een vader. Ja, jij kijkt heel moeilijk aan de andere kant. Kom maar even naar beneden. Geef hem een groot applaus. Kijk jij? Je hebt geen kinderen bij, maar je mag wel even naar beneden komen.
Doe wel, doe maar. Er wordt onze vrouw naar beneden gedrukt. Zeg, wat is je naam? Pas op dat je niet valt. Martijn, aangenaam. Mijn naam is Jim, maar dat wist je al, hè? Zeg, in de jungle kom je allerlei soorten eten tegen. En daar heb ik een verzameling van gemaakt. Mag je even achter die bakjes komen staan? Ja. Want in elk van die bakjes zit voedsel uit de jungle. Telkens wordt het iets exclusiever. We gaan kijken of jij durft te eten. Of dat hij weet dat het helemaal geen eten is. Ben je klaar voor? Dan mag je beginnen bij het eerste bakje. Dat is het eerste bakje. Wat hebben we daar? Ja, dat is een banaan. Dat is een banaan, inderdaad. Proef maar even. Bananenplanten hebben we daar, zie je? En hebben ze daar ook? Ben jij dat ook? Wat zijn die? De schapen! Bukken, 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 bukken. Wat een reactievermogen, zeg. Nou, dat betekent dat jullie oplettendheid wel in orde is. Regel 3, reageren op wat er gebeurt, is daarmee voltooid. De volgende. En wat hebben we hier? Ik denk mango. Dat is mango, inderdaad. Ook heerlijk als ontbijt of als tussendoortje. Je mag een proef wat je wilt. Ik heb ze hier ook in de jungle. En dan zie ik sommige mensen wel denken, nou, doe mij maar een frikandel met mayo, of niet? Jammer jongen, hebben we hier niet. Goed, volgende. Ja, ga je dat doen? Ja, oké. Een van Jim's jungletips is, eet nooit een paddenstoel uit de jungle. Ze zijn nemelijk giftiger en dodelijker dan eetbaar. Ja, en die jij hebt gehad? Nou, ik hoop dat je goed verzekerd bent. Goed, de laatste. Spreken we af wat je wilt eten? Hartstikke fijn. Nou, ga je gang. En wat hebben we hier? Dat zijn de meelwormen, inderdaad. Ik noem het popcorn van de jungle. Mensen zitten bomvol met proteïne. En dat is energie. En dat kunnen we hier wel gebruiken. Heel goed? Nog niet, hè? Als je popcorn lust, lust je dit ook. Ga je gang. Hartstikke goed gedaan. Dankjewel, dat was het Nederlands, hè? Mag je zien. Pas op dat je niet valt, hè? De rest kan daarna de show ook even proeven. Zeg, we zijn geslaagd voor regel 2 en 3. En we gaan door met de laatste twee regels van... Komt-ie, hè? Opletten. Jim's Jungle! De nachten in de jungle zijn soms lang en heel donker. Je ligt alleen, vaak wakker en je ziet geen hand voor ogen. En je hoort dingen. Je hoort plantjes bewegen en diertjes lopen. Maar je weet niet wat het is. En je wilt bang worden. Maar dat gaat niet, want je moet overleven. Dus langzaam steek je handen vooruit en begin je te vallen. Dat kan toch niet? Daar gaan we achter komen. Regel 4 en 5 gaat om dat je niet bang bent. En hiervoor ben ik op zoek naar een hele stoere mama. Nou, wijs maar even aan. Ja, die zit daar, hè? Nou, kom maar naar beneden. Geef haar ook een groot applaus. Jullie mogen even daar gaan zitten. Want anders kun je niet zien wat we gaan doen dan. Hai, aangenaam. Wat is je naam? Angelique. Zeg, ik heb hier drie voelbakken staan. Leuk, hè? Ja, dat schrik je straks nog even. Kom maar even erachter staan. Zeg, in elke bak zit een voorwerp uit de jungle. En jouw taak om te gaan raden wat daarin zit. Gaat dat goed komen? Als jou dat lukt, dan slaag je voor regel 4. En kijk ze maar even aan, want het lot van het hele publiek ligt in jouw handen. Nou, ga er vast even achter staan. Om het namelijk nog even iets leuker te maken, voor jullie dan, heb ik kijklijpjes gemaakt. Zodat jullie wel kunnen zien wat erin zit. En jij dus niet. Ben je klaar voor? Wil je niet spieken? En dan ga ik eerst een luikje openmaken. En als ik het zeg, mag jij je gang gaan, ja? Top, nou ga je gang. Voelt het niet fijn? Iets van yoghurt? Is het yoghurt? Kwark? Dat is het. Slijm, inderdaad. Het is slakkenslijm van de gaatslak. Kijk eens, ik heb een doekje voor. De gaatslak is een van de grootste slakkensoorten ter wereld. Ze kunnen wel 20 tot 30 centimeter groot worden. En ze leven hier ook in Rimbuna. Ik heb daar in een bak kleine exemplaren die je na de show nog even van dichtbij kan bekijken.
Dan ga ik het volgende lijntje openmaken, ja? Nou, doe je hand erin en zeg ons wat het is. Het is een voorwerp of een dier. Wat zeg je? Is het zacht? Ja, het is wel redelijk zacht. Is het een schelm? Heb je ooit een schelm met haar niet gezien? Nee, ja. Ik niet. Ik weet niet waar jij vandaan komt, maar ik heb het nooit gezien. Nee, geen idee. Kun je een tip geven? Ja. Uit 8 poten. Acht poten? Een spin? Nee toch, ik heb er een komkommer in gedaan. Oh, dat is toch ook die vogelspin? Die waren wij al kwijt. Ik dacht wel dat hij een stoppetje aan het doen was. Nee, dat is geen echte. Als dat een echte roodknievogelspin was geweest, was hij nou bang geweest en had hij zijn haren losgeschoten en die kunnen lelijk branden op je uit. En dat zouden we nooit houden. We komen aan bij de laatste bij. Durf je het nog aan? Oh, wat zijn ze trots op. Doe ik eerst... Vind ik leuk. Doe ik eerst een luikje open, ja? Nou, nu lach je nog. Nou, ga je gang. Ik vind het leukste onderdeel. Een voorwerp of een dier. Een slang inderdaad! En slangen die leven hier ook in boelen. En daar moet je wel voor oppassen. Kijk maar even aan de andere kant, want je had ze alle drie goed. Hartstikke bedankt en dan mag je weer gaan zien. Nogmaals een groot applaus. Voordat ik regel 5 ga afsluiten, ga ik kijken of jullie allemaal wel stoer genoeg zijn. Ik ga één van mijn coolste dieren erbij halen. En aan jullie de taak om rustig te blijven zitten. Terwijl ik langsloop naar dit bijzondere dier. Even kijken of ik het in de pak kan krijgen. Ja hoor. Dit is een koningspiet. Die kan 1,5 meter lang worden. En je hoeft er niet bang voor te zijn, het is geen gifslang. Het is een rugslang. Je moet hem alleen in je sjaal gebruiken. Als jullie goed kijken, zie je dat hij zijn tong uitsteekt. Wie weet waar een slang zijn tong voor gebruikt. Om te ruiken, inderdaad. Slangen kunnen helemaal niet goed zien. Maar ze kunnen ruiken als de beste. Sterker nog, ze hebben een gespleten tongpunt. Ze kunnen zowel links als rechts tegelijkertijd ruiken. En dat is handig tijdens het jaar. Hij eet 1,5 uur. En na 4 maanden heeft hij zoveel gegeten, dan moet hij gaan vervetten. En slangen, die zijn koudbloedig. Daarin, dat hij zich overdag moet opwarmen in de warme lucht en in de zon, die s'avonds op jacht kan gaan. En deze koningspieten noemen ze ook wel de balpieten, omdat hij zich als een voetbal kan oprollen en die warmte nog beter bij zich te houden. Gaaf, hè? Hoi, haaien. Hoi, haaien. Gaaf, hè, maar die camouflages in. Dames en heren, jongens en meisjes. Jullie bleven allemaal rustig zitten terwijl ik langskwam met de koningspython. Dat is het ultieme bewijs dat jullie glansrijk zijn geslaagd voor de 5 regels van Jim's Jungle. Top! Hier in de jungle moet je overleven. Er loert gevaar in de wildernis. Kijk met me mee en samen gaan we leren. En ontdek hoe het leven in de jungle is. Kom straks gezellig naar beneden. Proef nog een meelworm. Kijk even bij de roodknievogelspin en de agaatslakken. Wil je met me op de foto? Kom gezellig naar me toe. Nog veel plezier vandaag en tot de volgende keer bij Jim's Jungle Test. Dank jullie wel. Hey avonturiers, Jim hier. Vond je dit nou een leuke video? Vergeet je dan niet te abonneren op dit kanaal en een blauw duimpje te geven. Dit was Jim, over en uit.